Wat weten wij van West-Zeeuws Vlaanderen aan de andere kant van de Schelde? Ook zijn er veel noodwoningen gebouwd. Er kwam hulp uit binnen- en buitenland. En het volk van West-Zeeuws Vlaanderen gaf een sterkend voorbeeld van aanpakken. Het vestigde een huishoudschool in een plaatijzeren opslagplaats. Jonge meisjes hebben een vanzelfsprekend vertrouwen in de toekomst van hun streek. Het mooie badplaatsje Katzand werkt om weer gasten te kunnen ontvangen. Overal is een bewonderenswaardige geest. En daarom is het een Nederlandse plicht om deze streek zoveel mogelijk te helpen. Hier is chef Van Dongen, oud-poolreiziger, thans burgemeester van Aardenburg, een van de getroffen plaatsen. U hebt gezien het verwoeste West-Zeeuws Vlaanderen. Zwaar geravend, maar vol goede moed om de wederopbouw krachtig aan te pakken. Wat we kunnen doen... doen we. Maar we rekenen erbij op uw hulp. West-Zeeuws Vlaanderen wil weer een toekomst hebben. Een Nederlandse toekomst. Het heeft recht op hulp en belangstelling. Als Nederlands herstel in zicht komt, wil het met Nederland mee het licht achter de wolken zien.